Mij Amin Sar als de grote man wint SCRV in mijn trein hier van Grijs. En bij Cambuur had men nog een wieke om een nieuwe spits te heen. Of had ze toch liever een nieuwe doelman. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, nou dan jij het al, hè. Het is 1-0. En waar doet het? Het is Amin Sar. Oh, I got no time to breathe. Oh, njoggende minuut, 1-0 voor Sparta. De eerste kans die ze krijgen, Flinterien, Tobias Lauritsen. Het is totaal onnedig, maar we zitten in minuut 44 en het is 1-1 terug een doelpunt van de FC Grijs. En dan is het Saito, is het 2-0. Je hebt er een oegrieselijke flater onvooral van João Virginia. Stieren 1-1 in het Abel Enstra Stadion. En nu Arjen de Boer, gisteren was 6. Minuut 81. Van Tom Haaien. Prachtig is het dan. Pelle van Amersfoort. Bam! Kop de bal. Chinnetouw en achter Verrips. En een minuut later. Counter uit het boekje. Amin Sar. En hij prikt die bal op een nij achter Verrips. Wel een penalty. Nou, hij zit er nog aan. Want die bal gaat trots in midden van Van Krooi. Maar hij flint de volley. Heerenveen is de beste van alle noordelijke provincies. Ja, en de heren die zitten er weer klaar voor. Geert van Tuin, Andor Faber en Roelof de Vries. Bam. De Beatles, ben weer bij me koor. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Van harte welkom. Andor. Ja. Do hest bellen mij Fugeboy. Ja. En wie dat een noffelijk peteer? Ik ben wel meer te witten kan, dus dat wie een noffelijk peteer. Ja, hesto nice. Ik ken nice. Ah, dat is mooi. Nou, dat is altijd mooi om de Sportcast maar uit te zetten. We hebben aan zijn nice van het Cambuurfront. Dat was bellen maar Ferry de Haan. Ik heb bellen maar Ferry de Haan. Dat is een noffelijk peteer. Het wie een zeer noffelijk peteer. En hij had nice. Ja. Hij had nice, jongens. Hij had nice. Hij had nice. Wat een tease is dit. Ja, oké. Okay. Eerste stellingen. En de eerste stelling die is van Geert. Ja, Geert. Etienne Reinen is de ideale opvolger van Fugeboy. Ja. Ja? Ja. Oké, okay, ja. Ik zit er tegen. Ja. Nee, we komen er aan op even om. Kom maar op erom. Kom maar. Roelof, Sidney van Hooijdonk, die maakt het seizoen op bij Heerenveen. Ja. Ja, zei het Roelof. We komen er aan snoepen. We komen erop. Ja. Andor. Ja. Een Mimoun Mahi die net fit is, is nog altijd een goed genoeg van Cambuur. Ja. Oké. Okay. Roelof, de komst van Jay Nunnely zorgt ervoor dat Simon Olsen aanstaande op de bank te lonen komt. Ja. Geert, Cambuur moet de focus lezen op de komst van een nieuwe spits. Is stee van een nieuwe keeper. Ja. En de laatste is voor Andor. Onder eind van dit seizoen is Leon Bergsma drie flessen wijn kwijt. Ja. Ja. Dat die wel een beetje gemeen, hè, Flindwieke? Voest net? Ja, dat hij hier net voor elkaar, nee. Nee, hij hier moeilijk steeds een kind van... Ik wil wel steeds dat we degraderen voor drie flessen wijn. Nou, laten we er ook eens een flesje tussen zetten. Hier die ik net zitten. Nee. Die wil wat een makkelijke wijze van scoren voor mij om drie flessen wijn te krijgen. Maar daar bist toch sowieso van. Maar misschien komen we er erg op waarom. Oh ja, dat is al een beetje een voorzetje op het interview mooi Sidney van Hooijdonk. Oh. Roelof, laten we toch hoe deze wedstrijd hebben. Ja. Heerenveen Grijs, ja. Haast toch een ontrekkelijke wedstrijd, Sjoen? Nee. Nee? Nee, ik vond het net heel aantrekkelijk. Een beetje aantrekkelijk misschien. Maar zo, Heerenveen is beter. Speelt prima. Maar het is bij vlagen. Ik vind het kijk wat te min wisselt. Zoals ze dat natuurlijk prima. 20 punten. Dat is hartstikke knap. Om het einde van het seizoen hadden ze nog 54 punten. Nou, dat is wat laatst in 2014 gebeurd. Onder Van Basten. Dus qua punten neer te klaaien wat dat betreft. De statistiekjes heeft alle weer op een rietje. Ja. Ja, ik kies hier genoteerd, maar die is toch in één keer te holen. Dat is wel lekker. Ja, knap. Ja. Dat is alles net wat je bent. Maar ik vind toch dat ze nou en dan... dat die automatismen er nog net heel bot in zitten. Maar laten we er nou even een positieve Sportcast van maken. Want ik kom ook wel een beetje bij Cambuur. En meestal spreken mij direct op, want het is al je wat negatief. Bij Heerenveen krijg ik een beetje die teneur. Het is wat negatief. Laten we nou een beetje een fleurige... Nou, waarom zou het negatief zijn bij Heerenveen? Nee, helemaal niet. Dat is toch net negatief? Nee, hartstikke mooi. Traaien in Moensje en Grijs. En straks ook in de verslag is daar de beste club van de noordelijke provincies. Dus in Sander, Utrecht voorbij gegaan. Dus halleluja wat dat betreft. Ja, dat is lekker slept. Ja. Heerenveen pyjama? Ja? Nee. Heeft toch nog een Heerenveen pyjama? Ja. Kijk, heeft toch een pyjama, denk ik. Ja. Voorzitter van. Maar heeft toch überhaupt nog een pyjama? Die is graag heel wat. Maar heeft toch überhaupt nog een pyjama of net? Nee. Zo slept gewoon in een shirt?
Nou, er zijn gewoon mensen die zijn nogal visueel ingesteld. Dus wat ik ze net doen? Nee, het is een shirtje. Een shirtje. Nou, ik hoop net een shirtje. Het is toch wel XXL. Tot hier en niet verder, jongens. Hakken net op. Ik zou willen dat het voetbal wat erin zit. Ik zou nou in dit geval ik overspielers op Zilt zien. Ik denk, ze kunnen alle ogen voetballen. Bij Olsen twijfel ik dat ze nou naar een Wolfsbeach toe. Maar dat komt misschien letter nog op bij waarom. Maar ze kunnen alle ogen voetballen. Nou, maar dat ik al hier even nog even kreeg wat soepeler in. Dat zou je nou dan echt. En als het mat, zetten ze ik toch. Maar bijvoorbeeld, Jervis scoort 1-0. Ja, dan ben je bloed roeken. Dan maar je trok knallen. Ja, en toen zak het vol in. Ja, dat denk ik, nou ja, dat ben ik wel mooi. Want ik heb het in verslag en de commentator bij ESPN. Ik van, nou ja, deze komt een beetje uit de lucht vallen, die goal. Nou, dat vond ik helemaal net. Ik bedoel, Kreeg kreeg net zo volle kasten, maar ze zetten er niet in wel aan. En dan kiezen ze. Nou, toen, maar dat kwam toch Jereveen, want de wedstrijd kantelen. Want Jereveen, die maakt er een soort van trainingswedstrijdje van. Die al hier heel erg makkelijk. Ja. Die misschien iets te makkelijk. Te makkelijk, ja. Ze komen op 1-0 vastsprong. Toch, heel betiet, hè? Ja, een assistje van Andries Noppert. Dat ken je dus ook. Gewoon een assistje aan, zo nou en dan. Ja. Maar jongens, want Jim Sjogge direct nooit. Jongens van Cambuur, uiteraard, naar de wedstrijd van Jereveen. Wij willen ook wel eens een overwinning zijn. Dus wij Sjogge ook naar Sportclub Jereveen. Ja. Precies. Want ik vond zelf die tredde goal echt heel mooi. Ik vond het een counter uit het boekje. Ja. Prachtige corner. Prachtige counter, maar de assist van Keulert, heerlijke goal van Amin Sar. Maar had Amin Sar nooit Shane Greenshan litten dat hij gewoon de eerste spits is bij Jereveen? Dat denk ik wel. Al maakte hij die doelpunten natuurlijk, dat tweede doelpunt wel toen Van Hooijdonk er al in stier. Maar ik vond vooral zijn rol bij het tweede doelpunt heel goed. Dat is een rol die iets minder opvalt. Maar hij zet heel bewust een blok. Werd toch dat Jereveen een man vrij krijgt in de persoon van Pelle van Amersfoort, die het uiteindelijk het doelpunt maatje kent. Dat komt echt deels bij Savai, omdat hij dat blok zet en nou ja, zwaar dat Van Amersfoort vrijkomt. Dus ik voel hem naast die doelpunten echt daarin heel nuttig. Ja. Het goed hier even mij. Zou bevrijd was? Nou, misschien wel. Ja, op zijn favoriete positie. Ik zou het me wel voorstellen kennen dat hij hem bevrijd viel. Ja, maar waarom is het logisch, Roelof, om van Sar te kiezen in steen van Hooijdonk? Omdat het een betere voetballer is. En ik denk dat ze qua doelpuntenmargin misschien wel op één lijn zitten. Ik denk net dat Sar minder doelpunten maakt als hij goede ballen krijgt dan Van Hooijdonk. Maar goed, Van Hooijdonk, wie hield die de echte spits? En die clubtopscoorde met 6 goals. Ja, maar verwonderen luidt dat eigenlijk wel heel goed uit. Hij zei, je haalt echt wat om Van Hooijdonk op het moment dat je vaak maar die bal komt in het 16 meter gebied. Dan is het een soort versluitmoordenaar. Dan is hij gewoon heel sterk hier Van Hooijdonk. Had hij al een skofje zijn litten bij Jereveen. Maar met het nieuwe systeem komen ze daar wat minder in die positie, ontnauwt daar. Misschien ik wel mooi terug de wijze waarop Van Hooijdonk speelt, dan was dat dien bij die 4-3-2 met het 4-3-2 systeem. Dus ja, dan is het misschien logischer om toch van Sar te kiezen. Want Sar heeft meer jipgong en meer snelheid. Ja. Maar dat die eigenlijk die eerste goal, ook, hè, die verdediger, die steeds maar Arnold Scholten junior. Blokzeil, die get de fout in. En dan op snelheid kan hij dat dan toch die goal forceren. Ja. Maar goed, ja, aan het begin van dit seizoen wie nog het kenniskoppel. En nou zit Van Hooijdonk op een bank. Ja, maar dat werd al gewoon een beetje dreun in het kenniskoppel. Ik dat bij ESPN, ik voorbij kom. Ik zeg in een interview van tevoren, maar Kees van Wonderen. En ik geloof dat hij gewoon een beetje irriteert weer. Dat hij zoiets hier van, nou ja, weet je, dat je Vitesse bijvoorbeeld. Van die kreten, jongen, dat keert toch helemaal niet. Dan is dat weer een kenniskoppel. Dan hebben we weer, dan hebben we weer de kroonprins onder de trainers en al dat soort ellende. Nou, benoem ze maar. Het is binnenkort gebeurd dat je die titel krijgt. En zo is het met het koningskoppel ook. Ah ja, helemaal geen koningskoppel. Dus als het nou enorm renderen, ja, het had iets goed zien. Maar denk net hoe drillen. Dus nee. Fantastisch wie het al eerder nee, vind ik ook. Nou ja, goed. We litten even Jerenoy, Kees van Wonderen, hoe het passeren van Sidney van Hooijdonk. Ja. Hij was natuurlijk in eerste instantie best wel teleurgesteld over de reactie vorige week toen hij gewisseld werd. Vanuit dat hij voelde van, hey, hoe reageert het publiek op me? Het was wel mooi om te zien dat vandaag het publiek juist anders reageerde. Maar dat was natuurlijk een tegenslag of een moeilijk moment is dat voor een speler als je niet de steun voelt, zeg maar. Toen hoorde hij dat hij niet zou spelen. Ja, dat vindt geen enkele speler leuk. Hè. Je wil spelen, je hebt 7 goals gemaakt, je bent de topscorer, dus je wil spelen. Maar ik zeg ook, ja, daar heeft elke selectie, elke club mee te maken met de concurrentiestrijd die je aan moet gaan. Die je soms wint, soms niet, soms start je, soms kom je erin. Ja, daar moet je mee dealen en mee omgaan. Maar dat hij niet blij is, dat is ook helder.
Ja, dat zou het Kees van Wonderen. Heeft hij een punt? Hij, gewoon zeggen, hij zei het eigenlijk van, gewoon net zeuren, dit kan gebeuren. Er zijn een heel soort wedstrijden nog te gaan. Ze is het nou even nice, maar dan was hij gewoon weer Shenlid op het trainingsveld. Ja. Ja. En dan komt ze vanzelf weer in de basis. Ja, dat vind ik in principe wel, maar ik snap zijn teleurstelling wel. En als je clubtopscorer binnen, dan zit er echt een verwachting van, nou ja, wat kan mij gebeuren? Ik ben hier de clubtopscorer, ik kom er wel in. Maar hij leidt het goed uit en hij is een goed baas, die Kees van Wonderen. En dan heeft hij een punt. Dan moet Van Hooijdonk kerel wezen en iemand zegt, oké. Dit is nu even de realiteit. Ik zal zorgen dat die realiteit verroest wordt. Ja, maar Van Hooijdonk viel natuurlijk onze wet, Roelof. Hij is switst van 4-3-2 naar 4-3-3. Ja, 4-3 komt. Hij is natuurlijk het grote slachtoffer, want hij kiest nou aan zijn echt vaar Van Hooijdonk op de bank. Sar in de punt. Nunley komt aan zijn op de flanken. En aan de rechterkant bloot toch misschien wel, ja, Olsen, dat denk ik misschien net. En dan ik denk Nunley naar links en Olsen bloot steen op rechts. Maar wat denk je dan? Dat is Olsen naar links. Nee. Nunnely op links. Nunnely op links. Nou, Olsen op rechts en die bloot stingen. Ja, ik weet het niet zo 100% zeker. Maar ik gok dat op dat als Nunnely goed genoeg is en het op Shenlid, dat hij dan, hij wil graag een onvaller hebben, maar in Egypte, dat zo'n Nunnely wijze kinder, dat hij dan inderdaad op een ros komt, omdat er dan wat meer die Jip kan komt. Maar dat denk ik weer van nou weer erop maar links. Maar dat kind gek op links. Ja, waar moet er dan op links? Ja, doen? Nou ja, die Colossin had natuurlijk wel goed Shenlid. Nou, dus. Misschien krijgt hij nou definitief een wat langere periode de kans. Dus dat is een beetje. Ik ben wel benieuwd wat die keuzes daar nou. Maar feit is wel van dit nieuwe systeem: is Sidney van Hooijdonk het slachtoffer? Ja, nee, absoluut. Want die komt voorlopig in het wat rij. Ik net waarom in de basis. Nou ja, ik voel een soort verschillende dingen. Dat die vrienden wieken uitfloten waren en dan kwam hij wat zagrijnig van het veld. Toen kreeg je een heel soort reactie van: ja, jongen, wees een beetje een kerel en dan moeten omgaan met die kritiek. Maar als je puur zorgen naar hoe hij daarop reageerde, voel ik heel professioneel, heel keurig. Want hij wieken gewoon zagrijnig hoe het feit dat hij uitfloten waren. En dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Iemand heel iets groepje, maar toch, naar hem uitfloten. Dus die kritiek van hem op het uitfluitje voel ik heel terecht. Maar nou ja, we kennen het aardig nog eventjes naar Shen. Reageert hij nogal geïrriteerd en geagiteerd op het feit dat hij nou geen eerste spits is. Ja. En daar maakt hij echt beter mee omgaan. Ja, het is, als Kees van Wonderen uit, het is een grote mannenwereld. Dus de inhoudelijke kritiek op het uitfluitje snap ik. Maar de kritiek op dat hij nou passeert is, ja. Let hem even je moet laten zien. Sidney van Hooijdonk. Ja. Ik zie het al lang aankomen. Al een maand zijn er heel veel dingen bezig, vanuit binnen, buiten de club, bovenaf. Dus ja, het is eigenlijk gewoon wachten erop. Zoveel. Hoe bedoel je, van binnen en van boven? Er wordt heel veel gepraat. Je ziet het zelf aankomen in het team, binnen op trainingen. Dus eigenlijk ben ik al wel langer. Eigenlijk, ik was tegen Twente op de bank gezet, toen heb ik weer laatste oefenwedstrijd was dat. Voor de competitie, toen speelde ik tegen RKC, weer toen weer op de bank tegen Go Ahead. Toen speelde ik wel weer tegen AZ, nu weer niet. Dus het is een beetje zo. Ja, wat vind je van die situatie? Kut. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik wil spelen en gewoon vertrouwen voelen. Dat wil ik. Ja, maar dat voel je niet, want je speelt niet. En je voelt ook niet echt vertrouwen? Nee, klopt. Ja. Klopt. Dat zeg je heel goed. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat jij zoiets hebt van, dan wil ik misschien wel weg. Ja, ik weet niet. Ja. Je wilt toch spelen? Ja, je wilt sowieso spelen, maar wat kan ik erop zeggen? Ik kan er niet heel veel op zeggen. Het is nog denk ik 8-9 dagen, dus ja, ik kan er nu niet veel over zeggen. Nee, dat zei Sidney van Hooijdonk. Ik moet eerlijk zeggen, hij maakt het op mij net een echte geïrriteerde of geagiteerde indruk. Ja? Nou, hij is teleurgesteld. Hij is bot. En dat mag je wel, overigens. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dus. Hij maakt het toch net een geïrriteerde indruk? Maar als je geliek nou als zeggen van ja, daar wil ik misschien wel voort. Omdat hij nou ja, nou hier of twee keer in de ijs zit. Kom op. Ja, hij maakt het heel erg bot zijn eerlijkheid. En hij luidt het goed uit. Hij is een goede prater, dus dat is prima. Alleen nog. Ik vind, als je profvoetballer binnen, dan kan het ik eens wijzen dat je er naast in. Dat je nou iemand erbij. En dat je daar naar mee eens binnen, is ik prima. Maar als je dan fot al, nadat hij eigenlijk twee keer net begonnen is. Hè, nou ja, die even zien die oefenwedstrijd in Twente spelen die dan net. Nou net. Volendam net. Nou ja, dat is dan wel een oorwedstrijd voor de beker natuurlijk. Maar nou ja, in het vakje net echt net spelen haar. Ietsje minder. Laat het gewoon zien. Laat zien dat nou de eerste spits wijzen. Ja, wat me ekkel, hij zei het van, ik viel het wel een beetje onkomen. Het kwam van boven en van binnen. Van buiten en van binnen en van boven. Ja, ik vreeg hem dan. Maar bedoelt hij daar misschien mooi Foppe de Haan? Die yes sign het misschien van Boppe de Club. Dat Foppe de Haan hier echt sign het van, hij zou bij mij altijd op de bank zitten. Ja, hij had toen wel het zien in je film zijn dat hij dat mij kregen had, dat hij dat lezen had, dat hij dat trostuut kregen had. Ja. Ja, misschien wel. Maar zolang hij er zelf geen antwoord op jou had, ja, bloot dat voor u zeg gissen. Ja, ik denk dat hij gewoon Kees van Wonderen en technisch staf dergelijke bedoelt. Ja, die vierde repeteren door. En terecht natuurlijk.
ja, die, hoe kunnen we een goed mogelijk team smeden en maatje? Ja, nou denken ze mooi Colossin op links en Sar in de spits. En net mooi Van Hoorik in de spits en Sar op links. Ja, dat is een keuze. En dan keer het inhoudelijk je voor net maar eens wijzen. Dat mooi wel. Maar om dan van te zeggen van, nou ja, het is nog 8 dagen voor de transferperiode. Is te makkelijk. Dat kwam misschien ek omdat de vraagstelling een tikkeltje suggestief hier. Voel je dat suggestieve vraagstelling? Nou ja, in principe wel. Dan even zal precies, hij begon net om voor te gaan. Nee. Dat die de interviewer. Ja. Maar ja, mag je altijd wachten wat de geïnterviewde zegt? Nee, zeker niet. Nee, soms nee, mag je een beetje het voortouw nemen. Ik moet die een beetje beschermen. Dat houdt dan net in dat het suggestief is. Nee. Dus, maar dat begon ze wel hoor. Ja, nee, dat klopt. Ik begon nou ja, terecht dus, want hij zei het inderdaad dat hij het in. Nou ja, maar goed, dat blinkt inderdaad wel terecht te vragen. Ja. Van Hoorikamp is er waarom, want hij wordt voor een eer hier. Hij speelt dit seizoen gewoon bij Heerenveen. Waarom mag je praten over voortgingen? Want hij heeft dan gewoon een jaarlijk contract bij Heerenveen. Ja, omdat hij dus net speelt. Dus dan... Ja, hij is hier van Bologna. Hij speelt het hier omdat hij gewoon speelminuten maatje wil. Als hij hier net speelt, kan hij lekker goed naar Bologna. Ja, omdat hij hier nog 2 keer op een bank zit, moet je dan gelijk voortgaan. Ja, maar dat is de filosofie. Ik denk nou even als de persoon Sidney van Hooijdonk. Maar goed, ik jij de VNW, ik zou er werkelijk alles ontwan om Sidney van Hooijdonk te behouden. Nee, ik net. Ik zou nu zeggen, doei. Nee, echt? Waarom? Ja, dan rek het zaal blesseert en dan? Nee, we moeten wel vervangen halen. Oh, dat wel. Maar goed, er is toch geen jeugd. Dit is jongens hier. Maar ik ben hierling. Nou, je weet toch hoe lastig dat is. Meisken hier. Ja. Nee, ik zou altijd alles ontwan om Sidney van Hooijdonk. Inhoudelijk is maar. Hij kan straks, zoek hem ik wel horen. Maar hij kan straks toch 10, 20, 30 minuten spelen, pin zitten, goaltjes maken. En dan was je lid, daar kan iemand over inknokken. Ja, ja, dat is niks mis mee. Wat is daar mis mee? Dus nee, helemaal niks. Hey jongens, Heerenveen is in elk geval naar je. Nou, dat zou ik nog een ploeg is die de spits zie ik het. Kinder maar linje. Nou, we kennen maar eens even beter. Heerenveen is in elk geval naar Sontje wedstrijd bij de beste club van het noorden, Steno Sonde. En ze mooi echt weer omheen zien, hè, want Sparta komt straks ook weer dichterbij. De tak om shot en rooskleurig uit. Hoe oors is dat bij de FC Grains, want die staan nou 15e. En we zullen even bellen met de man die het maar liefst 24 jaar lang de algemeen directeur was het van Grains. En daarmee is hij tevens de langzittende directeur van Nederland. En vreun van de sportkaart. En de vrouw van het Ameloon. En fan van het Ameloon, Hans Nijland. Een bijzonder goedemiddag. Goedemiddag, dag Hans. Ja, ik kan me voorstellen, Hans, als FC Groningen supporter ben jij op dit moment niet te benijden. Nee, dat zeker niet. En dat geldt wel helemaal voor de directie natuurlijk van FC Groningen, de huidige directie. En dus ja, toch weer een teleurstellende nederlaag gisteren. En ook een verdiende nederlaag. Ja, jullie staan nu 15e. Is er al sprake van degradatiestress in Groningen? Ja, tuurlijk is dat. Dat zou heel raar zijn als dat niet zo zou zijn. Dan zie je de realiteit denk ik niet onder ogen. En wij staan op de 15e plek. En nou ja, vlak onder ons kan Buur, Volendam en Emmen. Dus ja, dan is het onrustig en dan is er stress. Dat is logisch. Ja, hoe kan het eigenlijk dat 3 van de 4 noordelijke clubs er zo beroerd voor staan? Omdat ze niet goed genoeg voetballen. Ja, punt. Ja, punt. Wel, een hele suggestieve vraag, man. Dat lijkt mij tamelijk essentieel. Hele ingewikkelde vraag of een ingewikkeld antwoord overgeven, maar zo simpel ligt het. Ja. Kijk, en als ik naar mijn eigen club kijk. Nou ja, dat is toch, als je kijkt naar spelersalarissen wat er wordt uitgegeven, dan mag je toch wat meer verwachten. De laatste jaren Groningen en Heerenveen, het ging allemaal redelijk gelijk op. En als je nu kijkt hoeveel punten Heerenveen nu meer heeft dan Groningen, nou ja, dan zegt dat denk ik alles. Hoe groot is de chaos bij Groningen? Nou, ik weet niet direct of er chaos is. Nou, hoe is het dan? Nou ja, we zijn halverwege de competitie. Ik heb net al gezegd, natuurlijk is er onrust, stress en druk en weet ik veel helemaal meer. Chaos, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, het is ook in mijn tijd is het wel eens gebeurd dat we minder seizoen draaiden. Dus een keer 12e's werden of wat dan ook. We zijn nu precies halverwege de competitie. En uiteindelijk denk ik, zoals we er nu op staan, is dat heel vervelend. Maar uiteindelijk denk ik dat FC Groningen toch degradatie omloopt. Alleen, ik vind het te gek voor woorden dat we daarover spreken. Maar ja. is het niet een heel groot deel te verwijten aan Vladeres en Gudde? Die fout op fout op fout hebben gestapeld? Of is dit een suggestieve vraag? Het is een hele suggestieve vraag. Nee, kijk, het is logisch. Hè? Als directie ben je verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij die club.
En ja, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. De selectie is op dit moment niet voldoende in balans. Er zijn vorige week zijn er 3 spelers gehaald. Nou, ik acht het niet onwaarschijnlijk dat er voor 31 januari dat er nog wat bij komt. Dus ja, het halen van spelers in de winterstop, ja, dat betekent dat je het in de zomer niet helemaal goed gedaan hebt of dingen verkeerd hebt ingeschat. Ja. Maar dat is helemaal geen verwijt hoor, want laat één ding helder zijn. In het eerste seizoen onder Danny Buijs, volgens mij mijn ene laatste seizoen, hebben wij ook in de winter moeten repareren. Hebben we 6 spelers gehaald. En uiteindelijk heeft het dat er toen toe geleid dat we nog de play-offs hebben gehaald. En niet de play-offs voor degradatie, maar voor Europees voetbal. Dus ze mogen nog wel even blijven zitten, Fladeren en Gudde? Ja, kijk, het wegsturen, dat zou een kamikaze actie zijn. Ik heb nog steeds absoluut alle vertrouwen in Mark-Jan Fladeren. Goed, het is een rot seizoen tot nu toe. Er is vroegtijdig afscheid genomen van Wormoed. Ja, het is heel onrustig bij de club. En ja, supporters hebben daar ook heel veel moeite mee. Dat is ook allemaal hartstikke logisch, want een club als Groningen, Heerenveen, daarvan mag je verwachten. En Heerenveen doet dat op dit moment. Maar dat je speelt in de subtop, nou, dat zit er op dit moment niet in. Nee, donderdag is er weer een spannend potje dan tegen Cambuur. Vind jij Groningen beter dan Cambuur op dit moment? Ja, dat is ook weer zo'n gevaarlijke uitspraak, hè, wat ik nu doe. Maar ik, als ik heel eerlijk ben, ik heb ook Cambuur gezien afgelopen weekend. En ik denk dat Groningen net iets meer kwaliteit heeft. Ik weet, Cambuur heeft Mahi erbij gehaald. Nou ja, Mahi is die ken ik uiteraard ook, heeft ook bij ons gespeeld. Dat is een hele goede voetballer. Alleen, Mahi heeft ook al even een tijdje niet meer gevoetbald. Dus dat is ook wel een gokje, wat ze daar doen. Maar, ze hebben geen geld, hè? Nee, dat weet ik. En dan is het, ja, met een lege portemonnee is het verrekte lastig winkelen. Dus ik snap dan wel dat je bij een Mahi uitkomt en je zult met hem eens zijn, spelen met weinig wedstrijdritme, dat dat toch een risicootje is. Ja. Ja. Wat vindt u eigenlijk van de aanstelling van Dennis van der Ree? Want die kennen we hier in Leeuwarden ook nog wel. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, die kende ik niet. Hè. Die was in mijn tijd nog niet bij Groningen. Ik weet, na het wegsturen van Wormoed zijn ze ook met een aantal andere trainers bezig geweest. Nou, dat is niet gelukt. Dan kom je uiteindelijk uit bij Van Ree. En ik moet je zeggen, ik heb respect voor hem dat hij erin gesprongen is. Want het is een verrekte lastige situatie. En hoe je het ook bent of keert, je staat wel aan het begin van je carrière. Ik moet zeggen, ik vind hem tot nu toe, ook in de media, ik heb vorige week trouwens zelf ook even met hem gesproken, vind ik hem prima overkomen. Maar ook voor Van Ree geldt, ja, die heeft resultaat nodig. Ja, nou, dat geldt natuurlijk voor alle trainers. Van der Ree trouwens groot geworden bij Blauw-Wit 34. Dus zeker. En ook daar geldt, ja, het is een onervaren trainer die nu een elftal uit een hele lastige situatie moet zien te loodsen. Ja. Dan nog even een andere naam, Etienne Rijnen. Want Cambuur heeft vorige week bekendgemaakt dat de nieuwe technische man wordt. 35 jaar, heeft ook nog in Groningen gevoetbald. Wat vind je van die keus? Wel verrassend, vond ik eigenlijk. Verrassend, ook enigszins merkwaardig, moet ik je zeggen. Waarom merkwaardig? Etienne is een keurige jongen, prima jongen. Maar ja, volgens mij, ook als technisch manager of technisch directeur, hoe het dan ook mag heten, is geen enkele ervaring nog op dat gebied. En hij zal hartstikke ambitieus zijn, maar voor een technisch manager-directeur is het toch wel verrekte belangrijk dat je in ieder geval beschikt over een heel goed netwerk. Ja, maar die zaakwaarnemers die komen toch automatisch wel op je af? Nou, ja, die komen automatisch op je af, maar je moet weten waar je terecht moet, zowel binnenlands als buitenlands. En dat kost gewoon hartstikke veel tijd om een goed en fatsoenlijke netwerk op te bouwen. Dus ja, ook dat vind ik best wel een risicootje. Ja. Weet je zoals Fladeren dat wel heeft? Nou ja, dat was ook met Fladeren natuurlijk een punt. Die had wel wat ervaring. Hè, voordat hij bij Groningen kwam, dacht dat hij 2 jaar technisch manager of technisch directeur bij Heracles is geweest. Maar ook voor Mark-Jan geldt. Ik drink regelmatig even met Mark-Jan Fladeren een kop koffie. Maar ook voor hem geldt, ja, zo'n netwerk dat moet je opbouwen. Dat kost gewoon hartstikke veel tijd. Ja. Weet je trouwens nog een goede keeper? ja, Sergio Pat. Ja, is die beschikbaar? Ja. Hij is niet te betalen. Die verdient daar goud geld in Bulgarije. Die is niet meer beschikbaar. Die heeft inderdaad net zijn contract verlengd. Maar voor een jaar terug, begreep ik van hem, bouwde hij nog wel terug naar Groningen. Maar inmiddels heeft hij verlengd.
Nou ja, en dat zal financieel ook weer meer dan uitstekend gehonoreerd zijn. Ja, dat denk ik ook. Nou goed, gaat daar ook weer een streep doorheen. Hans, ja. Hartstikke bedankt dat je even te gast wilde zijn. Nou is het trouwens zo, je bent lang directeur geweest. Het is misschien een idee om al je verhalen te bundelen in een boekje. Of is er al een boekje? Boerenbluff op de transfermarkt, www.hansnijlands. Ik denk al, dan blijft hij. Ik vond het al lang duren. Ik zou je zeggen, er zijn inmiddels meer dan 40.000 van in omloop. Ik rijd nu net terug uit Brabant. Ik ben gisteren geweest bij RKSV Nuenen voor een lezing. Vanmorgen al heel vroeg bij de Tilburg Trappers, uiteraard in Tilburg. Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed. Oké, dankjewel Hans en veel succes. Aankomende donderdag tegen Cambuur. Dankjewel, oké. Dat we Hans Nijland, hoi. Ja, even Oer-Etienne Reijnen. Want die circuleerde natuurlijk al volle langer. Ja. Nou is bekend dat hij de opvolger is van Fouke Boy. Ik stelde daar niet direct de vraag, is het een ideale vervanger? En Dosardus Geert van Tuinen, volmondig. Volmondig, ja. Ja, die hij is de ideale vervanger. Die man die spoort net. En wel, en de volgende lees het maar uit. En wel hierom. Net de camera pakken. Och, ik keek even naar mijn glas. Mijn glas is half vol. Mooi. Ja. Dat is altijd om Etienne Reijnen Geert Eck het geval. Hij is jong. Hij is jong. Hans Nijland had een punt, weinig ervaring. Maar hij zit goed in de vrouwt. En het is de nieuwe generatie werd Cambuur nou opgokt. En dat is goed. We hebben Gerald van der Belten zitten. Die had een goed netwerk. Hij kent erop leunen. Gerald van der Berg bloot nog wel even. Dat stadion, dat wordt toch nog twee hier. Dus zolang zit Van der Belten. Ik denk dat een goed duo wordt om wat op te bouwen. Want er mag wat opgebouwd worden bij Cambuur. Het leidt net alleen nog aan Etienne Reijnen. Er is ook een scoutingsapparaat wat nog niet optimaal functioneert volgens mij. Nou, ik denk dat Etienne Reijnen daar met zijn fijne persoonlijkheid de juiste man voor is om dat op te bouwen. Ja, maar waarom dan een contract van Fjouwerier? Want spreekt een heel soort zelfvertrouwen uit. Ja, nou ja, dan maakt hem de tijd. Ja, maar goed, had hij nou net functioneert, nee, hier kist net ontslaan. Ja, dan telt een contract, ik weet het niet, dan geeft Of benader ik het nou weer te negatief? Ja, vind ik wel. Ja, het glijst is heel vol. Ik heb mooi maken als voetballer, als onvierderek, het is een verstandig mens. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, dan gaan we naar de orenkant van de tafel. Maar daar zit de altijd kritische labrador van Omroep Friesland, Andor Faber. Wat vind je van de onstelling? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk? Ja. Ja. Voor Sam is het eigenlijk lijnrechtje in oer. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus die een vaak Jonkernokor, in dit geval dan even het Sinoerenkoor. Ja. Voor Sam, wichtige functie in een voetbalclub. Eigenlijk misschien wel de meest belangrijke functie, want de technisch directeur is verantwoordelijk voor de geerstelling van de selectie. Technisch manager, wat? Nee, hebben we technisch directeur. Ja, technisch directeur. Jazeker. Want ze hebben een algemeen directeur, is dan Art. Een financieel directeur is Gerald. En dit wordt een technisch directeur. Ja. Bij wie ik. Ja, nou ben ik er helemaal onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk. Ja. De meest belangrijke functie. Want ja, hij gaat door het geerstellen van de selectie. Maar eigenlijk het onderstellen van nieuwe trainers. Hij stuurt inderdaad een eventueel scoutingsapparaat om. Dat je dan iemand onderstellen die 0,0 ondervinding had. Die het nou correct assistent trainer is. Bij maar hij kan leunen op de ondervinding van Gerard van der Belt. Ja, maar het is net van eerder dat Gerard van der Belt een stapje waarom die had. Die weer technisch directeur, formeel Sjoen. Had daar oorskieën van naam ongeveer een jelle jelien, omdat hij het te druk had bij het stadion. Zoals zo zei, dat stadion zit er nog net. Die drokte, die bloot. Dat is mijn opzet dat hij een stap waarom die in had. Dan stellen ze Reijnen aan. Nou ja, ze zullen daar wel positieve dingen over jet hebben. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat je iemand voor Fjouwer hier onstellen. Wil je dus net weten of diegene capabel genoeg is om die functie in te vullen. Tot dan eerst een hier, maar eventueel een optie vanaf twee hier. In ieder geval dat je makkelijk de van oor kunnen zoenen. Altijd net bevalt, zonder dat je het je een grote poedergeld kost. En hij komt echt pas oer en jel hier natuurlijk, Geert. Want hij is assistent trainer bij Zwolle. Dat vind ik een hele ongelukkige situatie. Dat de Fouke Boy, die dus nou zei van ja, ik hier toch wel graag blul won. Ik ger hem in september ergens bij u in een podcast. Waarvan ik dacht van nou, dat is einde verhaal van Fouke Boy. Want die won het meer. Dat bleek dus iets anders te lezen. Maar ja, die mag nou in al die teleurstellingen en frustratie die kennelijk nog toch ondervindt, een nieuwe selectie samenstellen. Uitermate ongelukkige situatie. Ja. Echt nog, mooi het punt van, ja, wat stel ik samen? Eerste divisie? Eredivisie? Ja, hoe volle yield is het? Nou ja, dat weten we. Er is net zo'n volle yield. Net volle yield. Zo, want ik heb ook nog contact gehad met Fouke Boy. Hij zei dat hij die en nacht wandelen is voor deze window. Dat het absolute prioriteit. Ja, dat het en hij is druk wandelen met versterkings. En vierde wil hij nog net zien. Maar, dat wie nice van Vlind Wieken. En Juwet, je stoot bellen met Fouke Boy. Ja, ik wil nog iets tussen Oer Reijnen en de technisch directeur. Want wat ik echt net goed vind. Sure, wij praten er nou over. Alleen nog
En nou ja, wij hebben onze contacten, wij jaren wel hier en daar. Maar de club had niks naar buiten te communiceren. Althans, geen persmoment. Er had geen taljochting west vanuit de club. Ja, had geen gelegenheid west om Marijnen te praten. Is er ergens iets... Er is gecommuniceerd dat letter nog een keer komt. Ja, maar komt, hè? Ja, daar trok je nou dus verhaal, omdat je dus net met de meesten zelfs praten kennen. Nee. Zo had de club uitlijn hier. Waarom had ze bij Rijnen uitkaan binnen? Ja, misschien hien ze mij dan wel uitjoeren om maar wat te zissen. Nou, dan moeten wij dus Cambuur bij dit eventjes uitnodigen om even heel rap een persmomentje graag naar Rijnen. Ik pak even de camera. Ja. Want anders is dit glas straks half leeg, vrienden van Cambuur. Dus maar ken ik, dat Geert de camera weer pakt. Ik zit met Belly en mijn Aart de Graaf. En ze zegt, hey, waarom Rijnen? Ja, maar Aart de Graaf die gaat er naartoe. Want Aart de Graaf is een algemeen directeur. Dus Rijnen... Het gaat erom dat als ze Rijnen oorstellen, dan is het voor u natuurlijk heel prettig als wij met hem praten kennen. Oké, hoe zit het? En dat ze een beter beeld krijgt. Oké, maar je kunt ook zelf bellen. Ja, dat hebben die. Er is contact. Er had contact met Rijnen, maar die won nog net naar Boenen. Precies. Ik heb contact met Marie van Commissaris en van Cambuur. Die wilde daar niks hoe zitten. Nee. Dus. Nee. En is het dan wel verstandig om Foukeboy nou het seizoen oormaatje te litten? Of is dat echt enigszins net gedwongen? Ja. En waarom het oorstman? Ja, omdat Rijnen dus nog net beschikbaar is. Nee. Maar is het moment van no bekend maatje dat Rijnen komt en dat Foukeboy fortgeet? Is dat dan echt net een beetje ongelokkig? Ja, maar Fouke is eigenlijk naar 21 januari kleren dan, toch? Ja, maar dat is best zo'n beetje ongelokkig, ja, inderdaad. Dat is heel lastig natuurlijk voor Fouke. Ja, want ik denk, verdomme, ik hier wel blul won. Wat hek ik maar. Dan krijg je toch iets van, jongens, als je zegt, het is kleer, ik ga er mee op. Of de hoest net meer, dan is het eigenlijk echt wel kleer. En dan ken je dat voor deze korte tijdspannen nog wel even van koers in te krijgen met een paar spelers. Maar voor het nieuwe seizoen heb ik daar een hard hoofd in. Ja, dus eigenlijk maar Rolof het geliek uit die site van Fouke is eigenlijk nog maar een week lang in Chins bij Cambuur. Nou, daar komt want dan na 30 januari zit zijn taak erop, toch? Nou ja, hij maakt hem dan al tarren op gewoon wij op het nieuwe seizoen. Ja. En dan alle opties in de Eredivisie, bleuwen op naar de eerste divisie te gaan. Die scenario's maak ik voor ja, maar dat gaat toch echt al jaar gewoon in samenspraak mooi de nieuwe man, Aasen? Hij kent toch moeilijk zeggen, de oren in de contracten, jongens, Jim, kind al je fort. Dit is een mooie vraag, best. Dit is bijvoorbeeld van vraag om Rijnen. Van hoe Sisto die entree bij Cambuur. Maar goed, toch? Geert van Tuinen. Hadden nice, want Andor had Juwet bellen met Foukeboy. Ja. Wat is het meest belangrijke wat die Johnny Soin heeft? Dat er ontnota zijn 24 spitsen binnen die het om de een of de oren reden net naar Cambuur te komen. 24 spitsen? Ja. Is dat een record, Roelof? Dat wist ook, want toen heeft ooit Ferry de Haan interviewd en toen slaag het ook net. Oh, Gerry Hamstra wie dat, toch? Of wie het Ferry? Ja, toen ze, we hebben twee periodes gehoord dat Jere vindt op zich wie naar spitsen, twee keer dat net slag is. Ja, dat wie onder oren bij Ferry de Haan ik. Dat wie ik, dat ontal weet ik net meer, maar dat wie ik... Nou, dat wie ik een stikker 24, maar dat het voegde de boer dus ook mee te krijgen. Ja. Ja, verskate redenen. Yield speelt de rol. Zo woen ze Frans Sol helje. Alleen nog die woef Fjouwer Ton netto per ier verzin je. Frans Sol, de oortspits van Willem II. Juist. Fjouwer Ton var netto in het ier. En dan een contract vertraaien hier. Nou ja, dat ben bedragen net natuurlijk. Die kan je net vertellen, ken. Er binnen spitsen. Ja. Spitsen die het net naar jou voor huisje wollen. Die het een hekel houden aan het keusgas. Die het echt zorgen dat Cambuur eerste stiet. Om die al eer uit de redenen is het onnota nog net slagen. Ze bleef al wel ziekje na je spits. Maar ja, de klok tikt ik toch. Ja. Wat ze wel heel hebben, of in elk geval waar het nou mooi traint, is Ben Rienstra. Ja, ja. Geen spits. Nee, tenminste, bij mij wit net. Nee. En die zal ook wel, denk ik, uit het netwerk komen van George Ulte. Ja, want die hebben bij Fortuna Sittard gearworken mij ook hoor. Minfielder zou eventueel ook centraal in de verdiering uit de Forten kennen. Maar Cambuur wil ervaring tijdje in de selectie. Die wil eens een rotzak in de ploeg gaan. Nou ja, we hebben de verliende week met Leon Bergs mee gehoord. Jim kennen Rienstra better. Is dat wat een rotzak? Dat is geen rotzak. Nee, dat is een hele lieve jongen. Kijk, ik heb mijn thuiswest machine Swantje en zijn dochtertje. En dat heb je echt vertederend lief. Ja, vertederend zelfs. Is een hele aardige leven jongen. Maar het Nielle hier ik net spelen, want zijn contract bij Fortuna is in juli ontbonden. Dus ik dat is weer een godzegende greep. Ja. Maar Sjen, hoe het komt. Trouwens, een van de versterkings die het wel komt, dat is Mahi. Ja. Mimoun Mahi. Die komt dan weer uit het netwerk van Foukeboy. Deze week waar hij dus ik presenteert, of Aurone Wieken. Ziet je Sparta nog net bij de selectie, dat weet ik net de verwachting. Want bij zijn presentatie van Wieken stelde ik hem de volgende vraag. Heel Leeuwarden vraagt zich af, hoe fit ben jij?
Ik ben redelijk fit. Ik kan in principe trainen. Dus dat is een begin. En vanuit daar uitbouwen naar wedstrijdfit. Dus hopelijk binnenkort gewoon vlammen hier zo. Nou joh, wat vinden we hiervan? Roelof, dat is altijd genuanceerd. Dank je. Wat vies je hiervan? Nou, ja, prima toch? Prima? Ja. Ja, wat vind je er zelf van? Heeft er twijfels over? Wat maakt die jongen hoor, ze? Nou ja, wikkeltje suggestief dit. Is dit suggestief? Hier die zeven man jongens, vind je het eerste? Ja, nou, had ik dit zei hier en hij is fit genoeg om te trainen. Ja. En dat ben we al jaren hier op deze tafel. Ja. We zijn al jaren fit genoeg om te trainen. Maar deze jongen is aan zijn fit. Dan is Cambuur al definitief degradeerd. Ja, wat ik volop opvallender vind is dat daar werd, we hebben natuurlijk het scoutingsapparaat. Daar werden in het kwarte verliezen, het kwarte traaien, Cambuur spelers hellen als Jacobs, Hoedemaker, Schoutens, Stevens. Echte lading spelers, vooral uit de eerste divisie of bij jongclubs waar die al hier daarna vrij gauw rendeerden. En die ze misschien nog wel verkeerd weer kon heen. Maar nou komen ze niet in een categorie spelers. Ja, spelers die boetende boord vallen, die het in het verleden wel wat Shell litten hebben, maar ja, maar hier, Rienstra, Boer is ik als een voorbeeld van ik denk, ja, het is de kat daar in nood, jongen. Het is de kat in nood. Ja, maar, maakt rare sprongen. Maar als je dit nou, Jerry, mijn vraag hier, dit is een ik vind het Van der Water 2.0 verhaal. Dat worden echt heel lang voordat hij eindelijk fit wordt. Voor een weekend voordat hij eens een keer fit weer. Ik zit met deze jongen wedstrijd fit. Dat is wat ook. Ja, ga lekker trainen. Ja. Hij traint van deze week traint hij mij, want hij had vorige week nog niet in mij traint. Ja, maar speelt dit wat denkst? Ik denk dat die, ik sluit natuurlijk dat hij op de bank zit en dat hij misschien 10 minuten een kwartier invalt. Ja. Maar dat hing het ook vanaf hoe die trainingen deze week ging. Ja. Want ja, hij traint dus nu eigenlijk voor het eerst zoend augustus, maar in groep mij. En toch vindt hij hem goed genoeg en niet fitte, maar hij is goed genoeg voor Cambuur, zei de Stouw. Dat klopt. Ja. Ja, en daar staan ik achter. Dat is altijd beter dan Mila Smit, Mambimbi, Balk. Wat er al hier nog meer op links zit. Ja. Want dan heeft toch contact met Foukeboy. Mooi er nog spelers voort? Ja, dan maak ik spelers voort, want ze wilden selectie ik wat inkrimpen. Eigenlijk Lico's Orgel en Simmer hield dat voor Jasper te Heijden. Had hij een perspectief. John Lee van der Meer mij verhierd worden. Het leeft zo'n KKD-club, want daar zit Cambuur nog op perspectief in. David Sambisa mij voort voor Cambuur om mij werkje. Mambimbi had geen perspectief, alleen dat die situatie lijkt wat ingewikkelder, omdat hij hier het wordt. Die had al spelen voor Young Boys, die had spelen voor Cambuur. Dus die mij alleen nog maar spelen bij een club die het in een nieuwe competitie spelen. Dus is maar om een nieuwe competitie begint. Dus de kans is groot dat hij wel bij Cambuur blijft. Maar ja, het je perspectief ziet ik net eens op de bank voor een weekend. En mocht er een spits komen, dan mij ek Tom Boeren uitzien. Dat hoogelijk is toch een opmerkelijke uitspraak, of net al? Ja. Want dan zetten Tom Boeren dus consequent in de basis in de spits. Maar als er een oor komt, dan moet hij voort. Ja. En dan bloot Ulrikus bloot. En Ulrikus bloot. Zet dan Ulrikus in de spits, of niet? Nou ja. Ik zie ze Helling in de spits. Ulrikus in de spits. Geef die gewoon vol vertrouwen. Die jongen kent echt gewoon. In de eerste seizoen zelt ik die in. Toch echt hoe de wedstrijd hebben, jongens. Cambuur Sparta. Ik moet eerlijk wijzen. Die eerste Cambuur Sparta, die eerste zo'n hele minuut, dacht ik, dan hing het een verrassing in de lucht. Nou, 8,5, misschien zelfs van Jochen. Jochen minuten? Ja. Ze begonnen en toen? Goed. En toen, Patsboom, Lauritsen. Lopje over Virginia. Ja. Disse was toch echt aan de keeper te schreeuwen? Nou, ja, hij is niet met de 4 voor de goal. Nou, het is de 4 om te zeggen, het is een fout. Daar ben ik maar niet eens. Het zit er lekker in. Het weer een mooi doelpunt. Ja, maar het ging natuurlijk mis bij het hakje van Jacobs. En het feit dat Sparta gewoon een heel veel te oerstekken kan. Zonder daarbij Tjen en Cambuur spelen op erin. Totaal geen druk. Nee, toch Doak Smit. Die moest eigenlijk druk zetten, toch? Daarop, op die kant. Ja. Liek het mij. Nou, dat mat al volle jedder, want dat die bal onderskept wordt, dan kist de model heel dat hier jedder wel mat. Ja. Maar denk je ook, Geert, dat er een soort poppenbennen weer in jouw die de namen krijgen Joao? Dat denk ik net. Nee, dat denk ik net. Of is het suggestief? Nou, het is hartstikke suggestief. Het is suggestief. Maar ja, suggestieve vragen hoeven net onterjocht te werven. Nee, want het zeggen wij net goed uit. Nee. Het zeggen wij net goed uit. Nee. En dat voelen hij hier ook wel weer eer krijgen, volgens mij. Nee, ja, maar dat wie ook zat. Ik zie het maar te wachten op de. En nou ja, de NOS zit voor u, is mijn scherm. Ja. Ik zie het maar te zien. Wanneer komt die VAR in beeld? Wanneer komt die VAR in beeld? En die VAR-camera naar die beeld? Ik denk, nou, het speed museum, maar. Hij is matst. Matst toch de VAR? Ja, 100%. Ja, dat vind ik ook. Want hij zeggen we net goed uit. Nee. Nou, in elk geval, dat voelde Shorts Ulte ek. We hebben het zelfs over het optreden van Joao Virginia. Hoeveel krediet heeft de keeper nog, Joao Virginia? Ja, dat bespreek ik echt met Joao. Niet met jullie. Het zou raar zijn. Ik heb Joao niet gesproken nu, want ik ga niet na een wedstrijd 1-op-1 gesprekken voeren.
Dus het zou heel raar zijn als we nu in de media gaan evalueren hoe een speler het doet. Maar dat gaan we uiteraard wel met alle spelers doen en ook met jou. Ben je hem wel met me eens dat hij er niet goed uitzag bij die tweede tegentreffer? Ja, het zou heel raar zijn als ik nu ontkennend antwoorden natuurlijk. Ja, dat heeft iedereen gezien. Dus ik ook. Ja, hij maakt het wel een heel soort flaters uiteindelijk. Nou, hè, daar is het onderzoek dienen, begreep ik. Nee, hoeveel flaters hij maakt het? Hoeveel punten het Joao Virginia kan me nou kosten? Nou, kan we hier wel wat punten meer gaan, ja. Ja, een stuk of size, zo'n. Nou ja, het zien Heerenveen hier dan misschien een puntje gaan. Het zien AZ hier een puntje gaan. Grains, ziet er verkeerd. Excelsior zeggen het lekker is. Ja, ja. Maar goed, zeg je dat al je helemaal net. Je kunt net alles om hem taskreeuwen. Maar duidelijk is dat hij Cambuur punten kosten het. En in mijn optiek is het nou die het var een keeperswissel. Ja, maar hoe min is Robbe? Sorry, de meester roelof. Maar hoe min is Robbe Ruiter? Ja, dat wil ik vragen. Dat. Nou, stel zo die vraag dan maar. Andor en Geert. Hoe min is Robbe Ruiter dat hij net het plakking neemt van Joao Virginia? Nou, ik heb het Rijnvogels keeperswissel. Oh. Het die de nul houden. Ah, Robin Ruiter. Kijk. Nou ja, het is in de trefferslag en dat al maar net. Wie won die Foosje Heger? Toen keepte die ik net. Joao Virginia. Nee, dat bedoel ik. Die slag dat bedoel ik. Nee, ja. Maar het is een feit bleef natuurlijk dat Ruiter Orel hier niks keept had. Die had zijn laatste wedstrijd Orel hier lien keep bij Willem II. Goed, dat keeper ik net. Goed, dat keeper ik net, natuurlijk. Maar ja, nou ja, zat ik. Wat is dan nou die advies? Want toch zou dus van hij maakt nemen op een goal staan. Joao Virginia, toch? Het is clear. Joao Virginia is clear. Ik heb heel lang nog geduld bij hem hoorn, maar is clear, Volendam gaat hij de mist in. Hij gaat nou wel de mist in binnen belangrijke duels. Ja, punt is helder. Ja. Punt is hartstikke duidelijk. Maar maakt Robin Ruiter dan op een goal of maakt Cambuur op zich in hij een opvolger, een vervanger? Al moet Brett Minnem op een goal. Dat zoek ik wel stunt vinden, maar dat is net wel natuurlijk. Robin Ruiter is de meest logische kandidaat. Hielendal, omdat het er net naar uitzicht dat Cambuur een eigen keeper helling geeft. Zoals Fouke Boy, Jimmy zei. Die opdracht heb ik niet gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe keeper. Maar goed, daar ben ik ook het meest in. Ja, maar Yannick van Os bijvoorbeeld. Linkje Fortuna zit dat. George Olté. Branderhorst. Branderhorst, NEC, ja. Zo dat misschien een goeie vinden. Ja, dat is een goeie keeper. Branderhorst, dat is een goeie keeper. Pasveer van Ajax. Ja, Gorter van Ajax. Gorter van Ajax. Ja. Veel. Xavier Maus. Ja, nee. Joël Drommel. Dat weet hem al niet. Joël Drommel. Ja. Nee. Jan de Boer van Greens. Ja, nou, dat is serieus. De keepertrainer van Sleert. Oh. Dat had ik net weer. Nee, zo is het. Maar Cambuur is dus net van de mooi een doelman. Voetbalboy is net van de mooi een doelman. Het heeft net een prioriteit. Maar als ze dwanbluwen wat ze doggen, geeft dat net voor u. Dat had wel blikken niet. Dus je maakt iets voor u. Dus en Virginia had nou al meerdere malen zijn litten. Wils anderen dat al zei dat hij de klimmer is. Ja, dan is het echt mis met hem. Dus ja, maar Robin Ruiter gewoon. Ja, over oren keeper, Helly. Ja, toch is er iemand op deze tafel die het er net mee eens is. En dat is Geert van Tuinen. Want de Kienies kreeg de stelling. Cambuur met de focus lezen op de komst van een nieuwe spits in steen van een nieuwe keeper. Ja, dat is wel iets oors, maar... Dat is wel wat oors. Ja, sorry. Ja, ik wil iets te voorbarig. Dit is namelijk suggestief uit de context gehaald, had ik het eventjes duiden. En voorbarig ook nog. En voorbarig. We duiden dit duiden we even. Nee, oké. Okay. Nee. Vergeet al het voorgaande. Ik zou mij voorstellen, kinderen, dat je nog om een nieuwe keeper uit joggen. Maar essentieel is een spits. Want als je niet scoort, zul je nooit winnen. Dus er moet een spits komen die het perspectief biedt. En er moet een goede middenvelder komen. Ik roep al maanden, er moet een rotzak op het middenveld komen. Een zuurbiertje die het in de tunnel al de eerste kopje deelt. Zo'n type, mouwen omhoog, net zeuren. Baas, kom op, daar gaan we. Nou, dat zeg ik, Ben Rienstra dus net wel. Nee. Hele lieve jongen. Dus ja, dat zeg ik net gebeuren. Dus een spits, er moet voorin wat gebeuren. Een spits en er moet op middenveld wat gebeuren. Duidelijk. Dan gaan we naar Heerenveen. Roelof, want Milan van Ewijk, die stiet juurt bij een grote foto op de facide van Record, een Portugese sportkranten. Want Sporting zou interesse hebben voor de rechtervleugelverdediger. Ja, je hebt er al wie dat voelen in Engeland. Ja, en ook in naar Sporting. Die zit er, nou ja, mooi club, dat weten we net. Ja, zeker. Oh. Mooi waar. Mooi stad. Ik giet wel witten. Ja, ik heb contact met Ferry trouwens. Of was het ooit even wat Nee, dat wil ik echt nog even vragen, want daar is contact met Ferry. Ja, en Ferry zei van... We hebben een nice. Wie een goed partier. Het wie een goed partier. Het een noffelijk partier. Het wie een noffelijk partier. Ja, wie een noffelijk partier. En hij zei zelf van, ik heb nog geen contact gehad. Ik heb nog niks gehad van Sporting. Nee. En ik net van de makelaar van, of van agenten van Milan van Ewijk. Dus nee, nog helemaal maar niks. Maar ook is?
Ja, dan dat kan de brandweerwagen die kan weer uitrijden. Maar hij bevestigde vol trouwens dat ze dwanden binnen met Bruma, Jeffrey Bruma. Ja. Want die spelen dan in Turkije, dat wist je ook. Ja, Mr. Google. Kasim Pasa, dat is, ik denk dat de vierde club is van Istanbul. Daar had hij had hij zelf net meer spelen. Dus dan had ik gewoon een beetje het gevoel, oh, dan is hij misschien wel op zich naar een nieuwe club. Hij had nog een Jelle contract, dus dat mag wel gekocht worden. Volgens Transfermarkt is hij voor jou 124.000 euro. Dus ik zou zeggen 2-3 ton, dan heb je hem wel. Zo wel een stunt werd het, toch? Hier, Art International, Wolfsburg, PSV. Het is natuurlijk wel een speler mijn naam, hè. Dat vond nou, trouwens ik wel betje dat ze net zo volle vertrouwen meer hebben in Joost van Aken. Wij van het contract nee dit zo al wel Arendt. Ik vind het wel een beetje een type Sven van Beek. Ian echt zo'n krijger die voorop je in de strijd de poort net weer omloopt. Maar waarom zou je zo dat ze geen vertrouwen hebben in Joost van Aken? Want ik denk dat het altijd goed is om nog een extra... Sorry? Hoe zal ik je een extra centrale verdediger? Nee, maar we weten toch echt het blessureverhaal inderdaad achter Joost van Aken. Maar Van Aken is toch een prima verdediger, zo'n Jezus. Ik vind dit wel... Maar Bruma wordt natuurlijk wel helft van de basis, liep het mij. Nou, dat liep het mij. Ik vind Van Beek wel een categorie heger dan Van Aken. Nou ja, bij Bruma maar we dat natuurlijk even een ouwwachtje. Want wij joggen al hier net heel vaak naar de Russische competitie. Dat maar we even een ouwwachtje. Maar, en daarachter zit dan ik nog van Ottele. Maar je ging best wel zes keer, dat doet het mooi. Dat vind ik helemaal net zo raar voelen. Maar dan vind je denk ik van Aken toch te licht. En dus ja, het blessure leed, denk blessure. Ik. Dat is het verhaal. En je ja. spreekt ambitie, vind ik. Ja, vind ik ook. Nee, maar want, vind ik logisch kan, hè, Dennis van. Ja. Als ze echt Bruma Helly, dan jouwt JRV eigenlijk een soort van signaal van wij joggen echt naar boven. Wij gaan echt voor play-offs Europees voetbal. Leuk. We staan nou zonde. Plek size is in zicht. Nou ja, dus spreekt in elk geval ambitie. Ja. Ja, dat is mooi. Hoop ik wel dat ze de goeie Bruma uit Turkije hebben trouwens. Die van PSV, die zit er ook nog. Nou, Ja, maar die man op PSV die is nog steeds... Fenerbahçe zit hier. Nou, ja. Maar goed, het is in elk geval een noffelijk peteer, maar Veridaan. Oh, want Doe hier is toch een beetje spul nog, mijn Foukeboy. Nou, spul net. We waren beschuldigen dat wij in een podcast neemt hebben zoen dat Virginia een clausule in zijn contract hier, die zei dat hij altijd spelen moest. Maar dat hier toch zijn. Dat beweerde Foukeboy, maar daar had hij keurig zijn excuus voor hem binnen. Oh, letterwer. Ja, letterwer, want dat wie net, dat heb ik net zijn. Dat had je niet van u zijn. Ik heb dat helemaal net. Nee, daar hebben we het überhaupt net over gehad. Kom maar je daarbij dan? Hij wie in de war. Dus daar had hij zijn. Maar had Foukeboy nou ook nog speelsen over Rijnen en zo? En wat hij daar... Wil je niks zo zeggen? Wil je niks zo zeggen? Hij zei het statement op de website, wat is het zien? Statement, wie duidelijk genoeg, ik hier bleef wel. En daar liet ik het bij. Ja, dan nog even op Paulussen. Wat is er nog met Paulussen onderhoorn? Want ja, die zit nou echt weer, mocht wel invallen. Ik vond trouwens dat hij wel een goede invalbeurt hier, met Joe Paulussen. Ja. Toch? Ja, ik ben een fan van Paulussen. Nou, er toch wat personele nood is hier en daar. En er toch wat mensen komen met die de nedige arbeid en verjocht zien wat personality mooi brengen. Ja, dan begreep ik net dat Paulussen net in de basis zit. Nee. Dat begreep ik eigenlijk net. Wat heeft hij die? Daar is wat is er gebeurd met Paulussen dat hij zo consequent uit die basis houden werd? Ik weet het net. Ik zoek eigenlijk het antwoord, Jan Matten. Het is wel heel suggestief, dit vind ik trouwens. Dat is wel suggestief. Ja. Ja, ik heb Ulte ernaar vregen, al een weken. Ulte neemde een aantal algemeenheden, maar werst wel uit op maatje koers dat van Paulus hield, onder horen hier die hoort het tempo. Dat hij Shanlet en Martin invalbeurten, dat hij een basisplak verzinnet. Nou ja, Tjin Emmen voel je wat ongelukkig in, begreep ik. Maar ik voel hem al van de weekend inderdaad prima invallen. Hier nog een prachtige, nou ja, bijna assist op Bangura. Mooie stekpaas. Dat hier een oorlichtpuntje trouwens, Bangura. Vond ik wel aardig. En ja, eigenlijk is er achterin maar één jongen die het echt voetballiek in. En dat is Leon Bergsma. Dat is de beste opbouwer inderdaad. En maar de rest ik zou voorstellen kennen dat Paulussen zijn keer de voorkeur krijgt boven Jacobs. Ja, want Jacobs brengt het dus net. Dat moet we direct constateren. Krijgt hij een kans om wel. Dat vind ik, dan mag je toch... ze mat wat veroren. Willen ze iets teweeg brengen. En dan kent hij al je algemeenheid noemen Paulussen verkondiging. Die ik in principe wel begreep. Want je zette Jacobs er net samen uit. Maar wat hij al je Shanlitten had. Maar het is nou te min. Ja, dan was in elk geval nog praat. Mooi, George Hulté, naar Oudin van de Westie. Ja. Wie dat een noffelijk interview? Het wie een noffelijk peteer. Ja. Een noffelijk peteer. Ja, nou, dan laten we er even naar Jelle dan. Want goed voetballen is leuk, maar daar koop je niks voor. Je moet goed voetballen, maar vooral op de momenten er staan. Een man zijn, volwassen zijn, wedstrijden lezen, momenten pakken. Ja, en de eerste en tweede goal zijn dan zo frustrerend. Want dat doet alles niet wat je met elkaar doet. Wat je elke dag werkt, bespreekt, traint, krachttraining. Alles wat je kan bedenken, alles waar je tijd in steekt, valt weg. Als je op zulke momenten
en niet staat. Met 17 wedstrijden heb je nog een hele lange reeks te gaan. Alleen dan moet je wel snappen waar voetbal om gaat. En niet, het is geen sport om lekker te tikken, leuk te combineren en een beetje heen en weer te dansen op het veld. Het is een mannensport en daar moet je volwassen voor zijn en geen kind. Zo. Nou, dat is duidelijk, toch? Dat is een statement. Ja. Helder verhaal. Dat is een heel helder verhaal. Nou ja, goed. Ja. Hoe lang mag Van der Water maar die steen blijven? Ja. Jeetje, die heeft in doorsnop zijn koer beginnen. Nou ja, al een jellie. Die heeft nog, die heeft in goed balcontact gewoon een beetje chargeerd zijn. Maar ja, die ziet er net lekker in. Die ziet er die lekker, ziet er lekker in. Is hoe haast is een goede balk erin? Ik denk wel heel vier, maar... Nou ja, Van der Water die kapt altijd en dan jouwt er een hele hudde lege, te lege facet. Ja, of een crosspaas. Of een crosspaas. Die achter de man komt. Maar toch, jongens. Want ja, jongens. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Geert. Zeker. Zij is het. Ja, en er is nog een midweekprogramma. Want Jereveen gaat uit naar Fortuna Sittard. Roelof die stapt aan zijn gelijk in de auto. Zo. Cambuur die met een Grijns. Redelijk. Cruciaal. Nee, oh, cruciaal. Oh. Ja, cruciaal natuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, jongens. Fortuna Sittard, Jereveen. Roelof, wat wordt dat? Fortuna Sittard, Jereveen. 1-2. 1-2 voor Jereveen. Geert? Ja, zo ik zei ze. 1-2? Ja, ik ga het nou ja, dan doen we dat ook. 0-1. Andor, 0-1. En dan zei ze, kijk... Nou, dan toch ik... Jereveen wint. 0-2. Mooi. 0-2. Weer positief. Grijns Jereveen. Ja, positief. Grijns Cambuur. Grijns, wat zei ik? Grijns Cambuur. Grijns Cambuur. Roelof. Grijns Cambuur. 1-0. 1-0. Geert? Grijns Cambuur. 2-0. 2-0. Oei jongens, Andor. Grijns, Cambuur. Ik vind dit wel een lang item. Ian. Ja, lang item zit. Nou, waar zit er op een goal bij Cambuur? Ik denk Ruiter, maar dat zullen we zien. Ruiter? En waar scoort er dan, hoor? Nee, de Ruiter dan zees ik als Grijns, Cambuur, zees ik 0-1. Wil je hem trouwens, stel dat ik je manje net zit, dan mat je hem even naar de Euroborg. Want er gingen geruchten. Ik spreek met uw collega Reon Boeringa van VI. Die zei, als Grijns verliest van Jereveen en die verliezen van Cambuur, dan ben wij let u stommetje. Want dan komen wij dat stadion net uit. Dan wordt die hadingong daar barricadeerd. Busje opwachten en zo. Busje opwachten en zo. Ja, dus mocht ik je manje net wijzen, dan ben ik waarschijnlijk nog in de Euroborg. In de Euroborg. Ja. Is sowieso in de prison, want dan mag er ook Grijns in. Oh ja, jullie aan het plein, lekker man. Zo'n wedstrijd, lekker in de spits. Wie is er jij? Zit dat of doing? Ik die kan erop, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Nog even, wil die oorwedstrijd dan? Of nou, is het te lang worden? Ik vind dat vrij lang item, maar als we nou besieken, en dan heel snel. Oké, heel snel. Jij de vindt Vitesse, Roelof? Nou ja, Sjoel aan de kant vind ik wel dat... wat weet ik? Ik vind het serieus. Jij de vindt Vitesse. Ingen. Ingen. Geert? 2-2. Andor? 1-0. 1-0. Arjen? Fjouwerien. Huppakee. Cambuur Fortuna, met even een tempo match. Hè? Ik begin ook wel. Cambuur Fortuna, Cambuur wint op een nij. 1-0. Cambuur wint op een nij? Ja, want ik heb voorspeld dat ze echt winnen zullen van Grijns. 0-1. Ik zeg 0 treien. 0 treien. Cambuur Fortuna. Andor? 2-0. 2-0. De man is brut. En dan de man. Van waar het glas altijd heel vol is. Zullen we even zien? Geert van Tunen, de uitslag. Cambuur Fortuna. Pak gewoon eens even de camera. Ik mat een dwam voor de radio. Dus werd het 1-0 voor Cambuur. En het doelpunt komt van... Nulriekes. Juist. Ja. Echt? Ja, oh, natuurlijk. Hij is eindelijk van die hatelijke Nulriekes al. Ik wil dit in 1-0 voor Nulriekes. Nee, dat is te let. Okay. Dat heeft gewoon 0 treisje. Ja, sorry. Ja, eerlijk is eerlijk. Jongens, ontzettend 4. Binnen vier nog dingen? Ja, ik hoor het zit van de Swan heen en hoe de Grijns supporters niet de taal litten binnen. Maar ja, belachelijk man, dat vak net vol zit. We moeten normaliseren, we moeten leren normaal om te gaan met die supporters. Ja. En net dat liedse groepje wat het dan misdraagt, dan het hele vak dan verstraffen. Het zit van de Swan snapt er helemaal niks aan. Dat bleef dus, een beetje een hooligan, hè? Dat bleef toch een beetje in zitten. Nee, ik ben van normalisatie. Zo net zeggen ze bijvoorbeeld in de supporters van, misschien moet je ze een keer net vuurwerk oorstekken richting het vak. Ja, dat is die benieuwd supporters zitten maar bij. Ja, dat zou je ook zeggen, kind. Is ik net zo'n hele onlogische gedachte. Toch? Nee, maar goed. Ja, jongens, vol een hele onlogische. We hadden trouwens nog vregen in de kantine ook nog even sissen hoe dat in de sportcast dat Twiesel woont hier al van de week. Twiesel? Ja. Het altijd lastige Twiesel. Dus bij deze. Van waarheen ze? Ja, dat tot een. Oké. Drie Boston Boys. Jongens, graag. Naar de week. Dag. Boys.